Wie is de beste brassband van Nederland? Dat wordt vanavond bepaald tijdens de Battle of the Drums. De vier genomineerde bands maken hun optocht richting de Coolsingel om daar de strijd aan te gaan voor die felbegeerde Golden Drum. Volgens mij hoor ik ze al aankomen. Terwijl de laatste band zich richting het podium begeeft, zijn de andere bands backstage al druk in de weer om zich op te maken voor de echte battle. Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje. Ja, maar wat gaan jullie voor extra's geven? We hebben een koningin, die gaat zo een show doen. En we hebben ook een goede muzikant, die gaat piano spelen. Heeft u zichzelf al in de spiegel bekeken? Mijn vriend heeft me net gezegd hoe ik eruit zie. En? Ja, ik zeg, het valt wel mee. Hoe bereid je je nou voor op zo'n Battle of the Drums? Nou, ja, veel thuis repeteren, oefenen en ja, bij de repetities je best doen om ja, het maximum uit te geven. En als jurylid, waar ga je dan op letten op wat de bands kunnen en doen? Sowieso wordt op de totale presentatie gelet. Hoe zij richting het publiek reageren en wat de interactie daarbij is. En natuurlijk de muziek. Hoe is het gegaan? Het ging best wel lekker. Ja, je zegt nu zo rustig, gaat best wel lekker, maar ik zag je vol gaan. Ja, tuurlijk, jullie kunnen alles geven toch? Je bent helemaal bezweet. Helemaal, ja. Ik ben helemaal kapot, ja. Helemaal. Een uurtje lopen, daarna weer optreden je. Dus ja, en de spanning ook erbij. Ja. Ja, ben je zenuwachtig? Ja, voor de uitslag nu wel. Bij de Fernandes Battle of the Drums gaat het natuurlijk om de winnaar zijn, om de beste worden. Maar ja, je kan natuurlijk ook vierde, derde, tweede. Hè? Hier zijn wat leuke bekertjes die je eventueel zou kunnen winnen. Maar hier gaat het natuurlijk echt om de Golden Drum die de winnaar mee naar huis gaat nemen. Nou, hij glimt mooi, mooi opgepoetst. Ik ben benieuwd wie er mee naar huis gaat. De winnaars, Edwin! Zien. En ik ga natuurlijk ook even verder feesten. Veel plezier!